Dit is Zanzibar, een eiland in Tanzania en een plek waar toeristen uit de hele wereld graag naartoe gaan. Deze toeristen hebben in hun toilettas vaak pillen tegen malaria. Een ziekte die je kunt krijgen van een parasiet die door de steek van een anophelusmug kan worden overgebracht. Elke dag overlijden wereldwijd ruim 700 kinderen onder de 5 jaar aan malaria. Meestal in Afrikaanse landen. Ook op Zanzibar is malaria een probleem. Dit is Rukia. En dit is haar huis waar ze met 9 mensen wonen. Vader, moeder, opa, oma en 4 zusjes. Ik denk dat ze wel Engels. Rukia kan heel goed uitleggen wat malaria is. Ze heeft het zelf ook gehad. Het voelt een beetje als griep. Je krijgt koorts en koude rillingen. Vaak heb je hoofdpijn en ben je erg moe. De laatste keer dat Rukia dacht dat ze malaria had, ging ze naar het ziekenhuis. Haar bloed werd getest en ze kreeg pillen. Dezelfde die de toeristen ook slikken. Kinderen als Rukia kunnen die pillen niet elke dag slikken. Dat is ongezond en duur. Overal ter wereld wordt hard gewerkt om malaria te laten verdwijnen. Ook in Tanzania. In deze kliniek doen ze onderzoek naar malaria en geven ze voorlichting over hoe mensen zich kunnen beschermen tegen de malaria-mug. Ze leggen bijvoorbeeld uit dat deze muggen broeden in stilstaand water. En ze geven tips over hoe je dat kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door deksels op emmers water te leggen. Een andere manier om malaria te bestrijden is testen op de ziekte. Deze bloedtesten zijn sinds 2004 gratis. Vroeger wisten veel mensen niet dat ze malaria hadden. En dat is gevaarlijk. Dan kun je zelfs aan de ziekte overlijden. De regering in Tanzania deelt ook gratis klamboes uit. Maar niet iedereen gebruikt die op deze manier. Er zijn ook mensen die zo weinig geld hebben dat ze de netten liever gebruiken om vis te vangen, zodat ze wat te eten en te verkopen hebben. Of ze doen ze over de planten op het land, zodat hun oogst niet wordt opgegeten door insecten. Op veel plekken in de wereld blijft malaria een probleem. Het is nog niet gelukt om een goed vaccin te maken. De parasiet die je ziek maakt is resistent geworden tegen een aantal geneesmiddelen. Dat betekent dat de medicijnen niet meer werken. Nieuwe medicijnen ontwikkelen tegen malaria zonder gevaarlijke bijwerkingen is ook heel ingewikkeld. Maar dat is niet het enige. Het kan er ook mee te maken hebben dat de farmaceutische industrie liever meer tijd, geld en moeite stopt in ziektes die in westerse landen veel voorkomen. Op Zanzibar mogen ze trots zijn. Door alle maatregelen en voorlichting zijn de aantallen zieken door malaria enorm afgenomen. Wel met bijna 95%. Toch zijn er vorig jaar op Zanzibar weer meer mensen ziek geworden door malaria. Volgens de overheid heeft dat er vooral mee te maken dat er veel mensen met malaria van het vasteland naar Zanzibar vliegen en varen. Zij brengen de ziekte dan weer met zich mee. Daarom werken ze op het eiland verder aan nieuwe maatregelen. Zoals speciale lampen die muggen moeten lokken en doden. Die lampen zijn vooral voor buiten bedoeld. Dus Rukia heeft nog niet zo'n lamp bij haar thuis. En ondertussen slaapt ze elke nacht onder deze klamboe.